Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van Uncharted Drake's Fortune. Huh? I don't see any boat, Nate. Looks like we missed our chance. No, there it is. On the other side of the harbor. Come on. Hey, you know what? Why don't I just wait here and you can swing around and come back and pick me up? Okay. What are you up to? Nothing. I just want to, you know, stay here and get some more footage. I'll be safe. All right, fine. Tuurlijk. But promise me you'll stay put. Geen zak van. Whatever that means. Zij liegt sowieso. Dat is één ding wat fucking overduidelijk is. Wij gaan deze deur in trappen, want het is leuk om deur in te trappen. Godver, waarom moet ik altijd schieten? Waarom kan ik nooit een deur gewoon eens een keer intrappen zonder te moeten schieten? Waarom, Jim? Oh. Oh, ik moet nog blijven klikken. Ik denk, hij komt vanzelf wel weer omhoog opeens, zo kiekeboe, maar... Fuck jullie. Dikke vinger. Hele dikke vinger. Oké, okay, dat wordt hem niet. Of ik moet die deur eruit schieten, denk ik. Nope. Waar de fuck zijn die lui? Boven toch? Ja. Oeh, fucking hell, dude. Kun je stoppen met schieten met jouw tube? Waar de fuck is die meneer eigenlijk met zijn tube? Ah, daar. Oké. Okay. Oh ja, meneer tube is dood. Moet ik zo'n granaat nog gooien? Wat is de bedoeling in deze? Oh, wacht, daar is een lock. Dat had ik nog niet gezien. Ja, er moet sowieso een manier zijn om die deur weg te krijgen, lijkt mij. En het is gelukt. Oké, dit deurtje open. Chapter 11 alweer. Trapped. Who's this now? Wait, that's not one of Eddie's. Trapped klinkt niet echt positief eigenlijk. Vind ik tenminste. Trapped klinkt een beetje kut. Is dit een nieuwe gun? Oh, mijn favoriete gun ever. De M4. Dat is mijn favoriete gun in real life, de M4. Oh, die meneer daar is een beetje kut. Dat is een MG. Dit ding is echt OP in deze game ook. Fucking awesome. Oké, okay, die man is dood. Oké, okay, ik ga even naar voren moven. Moet ik een granaat gooien daar? Yep, dat kan ik. Gaat er... Oh nee! Kut zo, we hebben er nog één. Ja, fucking hell. Ik werd ook van achteren beschoten. Dat was niet lief. Yeah. Zo gauw we bij die turret kunnen komen. Als dat lukt, dan kunnen we daarmee iedereen killen. Als het nog moet, deze tijd. Ik ga ook even iets minder snel die M4 oppakken. Ik ga eerst even laten killen met mijn... niet met mijn Uzi eigenlijk, meer met mijn AK. Dan hou ik wat meer kogels over voor die M4. Eerst zullen we die man daar boven killen, want die is stront irritant. Kom dan! Oh, for fuck's sake, granaat. Are you serious? Nou, dan kunnen we gelijk weer terugrennen. We hebben nog 4 kogels. Niet veel. Nou ja, dan maar even de M4 oppakken.
Alright, turret man is neer. Dankzij M4 power. Pak wel even de pistool weer op. Fuck de AK. Op dit moment. Kom dan. Kom maar. Waar de fuck is die andere deur dan? Ah, daar op de trap waar wij vandaan kwamen. Duidelijk. Hey, ammo ligt hier sowieso. Yep. Met 12 kogels. Damn game. Doe niet de royale. Ik wil geen AK. Game. Kom maar M4 houden. Was die man daar volgens mij toch? Ja. Mooi. Oh, wat is dit voor ammo? Pistool waarschijnlijk. Oh, nog een granaat. Allee, ik ga even gauw hier naar boven. En even de turret bemannen. Waar de fuck ben jij, meneer? Oh, beneden. Kom dan. Goed zo, ga maar dood. Nog meer mensen? Bring it. Yep, er zijn daadwerkelijk meer mensen. Die allemaal dood willen. Nog meer? Kom maar. Het zal nu wel rustig zijn, denk ik. Anders kunnen we altijd nog terugrennen. In geval van nood. Nou, ah, die man had ook een AK. Ik had gehoopt op nog een M4. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Snel door de poort. Sowieso dat we zometeen Elena zien die gecaptured is door dat andere kutvolk. Dat kan niet anders. How did you get here? You really need to see this. Netjes. Now is really not the best time. No, Nate. What are you doing? You really need to watch this. Just... What? Don't forget the stuff on the dock. And... Hello. Hey, Sully. Wat een verrassing. How much do you trust this guy? It's not exactly like they're holding them at gunpoint. I know. We got to get the hell out of here. Yeah, it seems weird. Nou wist ik natuurlijk dat Sully nog leeft, aangezien hij ook in Uncharted 2 en 3 zit. Maar... No. Sully's a lot of things, but he's not dat is een ander verhaal. En ik denk dat heel veel mensen dat wel wisten. Which way were they headed? North-ish. Yeah, towards the mountains. Okay, it's gotta be the monastery. Let's go. What if it turns out he's working with them? We either rescue him, or we beat the crap out of him. Hell, I might just beat the crap out of him anyway. En dat is toch de prachtige humor in deze game. Waarom weet ik niet, maar ik vind dat echt gewoon geniaal. Ik moet erom lachen. Shoot to kill! Daar wil je anders op schieten dan. Shoot, get points. 10 punten. Geef mij een M4. Dan niet. Maar we zijn dus op weg naar de monastery nu dus. We gaan achter Sully aan. Sully is het eigenlijk, niet Sully. Ook is hij wel een beetje zo. Oh my god. Ik lig wel mooi. Ik vloog een beetje mooi. Ik kan niet verwachten dat er een fucking tuber was. Oké, die heeft nou koppijn. Ik ken niet anders. Waar de fuck is die tuber bitch? Jij bent die tuber bitch en jij bent nu dood. Bitch. Als dood, ja, dank u. Jij ook. Het is clear, want zij loopt opeens fucking chill. Zij loopt opeens gewoon fucking relaxed. Zo. We hebben die manier. In plaats van te coveren en dergelijke. Ik wil M4 ammo game. Geef mij M4 ammo. Oh, treasure. Yay, Spanish gold coin. Die animaties af en toe, die kloppen echt voor geen meter. Echt totaal niet.
Yeah, een loopbrug. Hangbrug. Hoe wil je dat noemen? Houten kutbrug. Gewoon rennen, joh. Niet bang doen. Oh, cutscene. Like see those scorch marks? Uh-huh. Somebody packed this place with enough gunpowder to blow it wide open. Ooh. Watch where you step. Some of these boards are really falling. Elena, okay, hold on. Give me your other hand. Dan moest hij die camera laten vallen. Die planken waren zo verrot dat ze met moeite één persoon konden dragen. Straks zij er doorheen kunnen we met z'n tweeën op één plankje staan. De logica. Moeten we hier naar beneden? Nope. Zal er een trash zijn? Yup. Silver Spanish Jane. Of wat het ook was. Oké, gaan we hier weer eruit. Hoe de fuck komen wij zo snel met de monastery eigenlijk? Of hebben we die auto nog? Nou ja, we hebben die auto niet meer trouwens. Die auto is kapot. Maar zouden we nog weer een auto hebben? Hop, hop. Hij hupt zo apart. Ik weet niet, het ziet er raar uit zo. Hup, hup. Misschien is er wel een trein. Een ondergrondse trein. Dat noemen we metro. Meneer, die dood wel. Hallo meneer, die dood wel. Ammo? Nope. No ammo. There he is. There he is. There he was. Heb jij een M4? Nope. Oké. Hoeveel kogels heb ik eigenlijk in dat ding? 12. Dat is genoeg. Genoeg kogels. Oh shit. Oh, ik wil apen. Dat is cool. Elena, kill die man die naast ons zit. Oh, alsjeblieft. Oh, daar hebben we een jetski trouwens. Oké, dan gaan we er even vaten aan maken. Zijn dat apen of zijn dat vogels? Net hoorde ik nog apen. Here we go. Hoe de fuck vloog die man? Ik heb geen idee, maar het zag er wel cool uit. Hallo. Ik ben druk dood. Nog steeds een MP. Yay, 12. Heading up river. Een nieuwe chapter. We gaan weer varen en dan heeft zij weer die fucking awesome noob tube. Oh, zij heeft geen noob tube meer deze keer. What the fuck lag dat lichaam op ons? Game. Wat is er mis met jou? We gaan up river, hè? Zo heette de missie. Dus we gaan eerst even down river. Ah. Hier is niks te vinden helaas. Right, we gaan dus upriver en we hebben niet meer de noob tube. Sad panda. Maar dit is ook wel een keer cool. Hopelijk hoeven we niet alles veel te vechten en kunnen we eindelijk gewoon een keer een beetje varen. En puzzelen met een jetski. Het zou ook leuk zijn. Voor de verandering. Oh, barrels. En... upriver varen is kut. Je wordt echt gewoon tegengewerkt. Wat inhoudt in dit geval dat ik tegengewerkt werd naar een barrel toe. Kijk, zoals je ziet, je vaart niet gelijk weg. Iets wat ik wel gewend ben. Als je links en rechts stuurt met die jetski. Maar ja, daarvoor heeft zij natuurlijk die pistool. En dan stromen wij nog verder. Oh, dikke stunt zie je. Nathan Drake, de stuntman. Ik wil wel graag de andere kant op, Jim. Ik hoef niet per se te stunten. Oh, fucking barrel. You sneaky motherfucker. We gaan nou een beetje Donkey Kong kant op. Waar allerlei barrels ontweken moeten worden. Ook leuk. Ik weet dat de mensen op mij aan het schieten zijn. Don't care. Doen we lekker niks op hard. We gaan hier tegenin, want dat kan, dat hebben we geleerd. Oh, GTA! Oeh! Die rots, die redde mij.
en hard ook. Oh, barrels. Is er nog een barrel? Nee, blijkbaar niet. Oh. Nou, ik denk dat het redelijk veilig is met barrels voor het moment. Hoop ik. Dit is wel cool. Dit is wel leuk gedaan. Het is niet echt enemies, maar barrels bevechten. De Barrel River. Oké, hier moeten we wel enemies bevechten. En had ook. Oh god. We gaan had dood hier. Fucking hell. Hoe wil je die laser snel bevechten, joh? Fucking hell. We komen wel heel iets in zich, we staan bijna dood. Niet gezond? Ja, we varen gewoon door. Misschien dat dat helpt. Je hebt gewoon doorvaren helpt blijkbaar. Nou, die raken ons nu niet. Oh, die man die heeft heel veel barrels. Ah, hij gaat goed zo. Kunnen we hem aanmeren? Nope. Okay. En misschien is dat een secret plekje, hè? Je weet me nooit. Oeh, we gaan door een grot. Een watergrot. En dat is een waterval waar we niet tegenaan kunnen, maar hier rechts wel. Goddank. Oh, kom op, jetski. We kunnen doen het. Ja, we gaan rechts langs. Dit ding heeft er echt moeite mee, jongen. Fucking hell, die is het niet gewend om te doen. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Ik zou als jetski ook tegensputteren als ik dit allemaal moest doen. Zou ik ook zeggen van dikke vinger. Kom op, klim. Oh, ik weet niet wat er allemaal explodeert, maar... Oh, dat explodeert er allemaal, die man. Ik vaar gewoon lekker door. In de hoop dat we het overleven. Iets wat we half aan het doen zijn. Voor een heel groot deel. Raak mij niet. Achter de rots. Oeh. Dat was heel fucking close. Dat was echt heel close. Wee. Zijn we er? Ik denk dat we er zijn. Ja, het is hier rustig. We worden nog steeds wel wat weggedrukt, maar het is wel lekker rustig. Oké, okay, we gaan aanmeren. En het klooster eens bekijken. Chapter 13, Sanctuary. Nope, denk het niet. Ik denk dat de monastery wel vol zit met enemies. Kunnen we nou eindelijk de deur opentrappen? Yes, mijn verzoek is verhoord. We kunnen eindelijk een deur opentrappen zonder het slot eraf te schieten. Oké. Nog ammo hier, yep. Pistol ammo neem ik aan. Ja. Het is ook gelijk zo rustig, hoor. Een beetje jungle geluiden. Ik weet niet, het klinkt zoveel beter. Ik weet niet waarom ik hier langs loop eigenlijk. Toen dat kan. Hé, hey, kijk, ze dachten waterval. We gaan naar dat bruggetje over. Oh. Ik kan haar bijna neerschieten. Ik zag iemand om me afkomen rennen. Ik denk, dat mag niet. Dood. Oké, okay, hack. Ja, yeah, de tweede keer dat mijn verzoek verhoord wordt. Nou ja, het was geen verzoek meer, want het was al gebeurd, maar... Je snapt al wat ik bedoel. Geen secret shit hier. Dit is, ik weet niet, ik vind de game echt fucking awesome. Helemaal als je een beetje nagaat dat... Dit is natuurlijk niet op realiteit gebaseerd. Tenminste, dit is, ik weet niet. Maar... Dat het... Er was genoeg wat hierop lijkt, zeg maar, in die tijd ook. Dat ze ook hele grote steden hadden gebouwd op een eiland en shit. Met allemaal secret... secret dingen erin, goud en zilver, alles zeg maar. Dus er zit wel een kern van realiteit in. En als je dat beseft, dat is fucking awesome. Come on, we left those clowns in the dust ages ago. Oh my god. That's ages disgusting. Ago. Oh
I wish I had my camera. So what? The Spanish booby trapped the island to protect their gold? This wasn't made by the Spanish. Nee, inderdaad. Take a closer look at the spikes. You have got to be kidding me. This is from our plane. Wait, that doesn't make any sense, though. Why would someone set traps like this when their own men are crawling all over the island? They wouldn't. Something's been here since a trap was sprung. Something or someone? Something. Do you think that... Iets met soort van hoeven. Hear what? Ja, dat is het nu juist. Het is stil. Inderdaad. Absolutely nothing. We're being watched. Watched? Yeah, you know what? It's probably nothing. Let's just get out of here before we run into whatever's been chewing on this guy. Okay. Gezellig. Ik ben benieuwd wat voor monsters het zijn. Ik denk een geit die op zijn achterpoten loopt. Of op twee poten loopt, zeg maar. Ik weet niet waarom, maar het lijkt op een soort van hoefachtige dingen, zeg maar. Hoefdier. Keep your head down. These guys have laser sights. Dat is mooi. Hij heeft nou ook een kogel in zijn kop. Paal van laser sight. Just what I needed. Okay. Come on out. Oh. Fucking hell, weer zo'n kutnet. Waarom kun je nooit diep doen tegen mijn game? Waar is die andere faggot? Kom dan. Dank u. Nou jij nog? Kom maar. Kom maar. Dat sprongetje naar achteren. Geweldig. Ammo? M4! Yes! M4 ammo. A dream come true. Oh. En a dream come true. Oh, fuck. Wow, waar de fuck vlog ik naartoe? Ik vlog helemaal naar achteren. Ik probeerde hem gauw te killen, maar dat ging dus niet. Helaas. Waar komt meneer Laser vandaan? Daar komt meneer Laser. Oh, dat was een beetje mis. Dat ook. Dat niet. Jij hebt mijn M4. Oh. Je moet de hele tijd blijven rollen. Dat is echt kut. Want dan kun je ze niet makkelijk killen. Was dat raak? Dat wel. Haha, zijn we die man ook af. Dat duurde lang. Even mijn M4 ammo ophalen. Roman and Navarro can't be far off. Even een nieuwe pistool. Dit zijn wel, we pakken wel even die Desert Eagle weer op trouwens. Het zijn wel agressievere lui. Heavy armored lui. Het is wel cool dat er een nieuwe enemy bij komt. Zeker niet slecht. Oeh, dat ziet er awesome uit. Go ahead. Oh. I want the library secure. Don't let them get to Sullivan. Yes, sir. They've got the old man working on the east side of the complex. I don't even know why they brought him along. That son of a bitch can't be trusted. Hey! Oh my god, Gam. Oh, for fuck's sake. Ik denk, ik spring naar beneden. Ik ga die lui sneaky sneaky. Ga ik ze één voor één killen. Nope. Is dat die game? Shoot to kill. Daar zit dus een dude achter. Dus gaan we ze even neet gooien. En dat kilt hem nog niet. En nou komt hij weer tevoorschijn, hè? Game. Niet lief. Oké, hebben jullie nog M4 ammo voor mij? Yes, dat hebben jullie. Awesome.
Wat ligt daar te glinsteren? Een pistool. Ah, die moeten we wel hebben trouwens ook. Want zoveel ammo hebben we niet meer in onze Deagle. Dan is hier een andere pistool. Perfect. Je hebt een Deagle. Hoeveel ammo heb jij dan? 7, oké. Dan nemen we de Deagle weer mee. Die Deagles zijn niet slecht. Zeker niet. Nou hebben we er 10. Nog beter. Nee, ik heb een slecht gevoel over deze plek. Aha. Ja, laten we Sully gaan zoeken. En hem op zijn bek rammen. Oh, nou. Oké, okay, daar ging de poort. Oh, veel achter mensen. Holy crap. Oké, ik heb dit redelijk goed aangepakt. Als ik het zelf. Of misschien niet. Is dat een sniper? Dat moet wel. Daar kan nooit een shotgun geweest zijn. Voor zo'n fucking range. En ook zeker niet die Deagle. Oh, dat is een nieuwe rifle. Dat kan ook. Oh, fuck. Als dat een shotgun is, dat kan echt niet. Komen ze naar beneden? Yep. Ik kan wel zeggen handen omhoog of ik schiet. Maar zo gauw als ik schiet, doen ze hun handen wel omhoog. Door die fucking animatie. Oh, dat is zo geniaal. Stond hij nou met een fucking bazooka? Zag ik dat goed? Ik wil naar de andere kant. Ik wil dat wapen zien. Dat is het probleem. Oh, die man is dood. Nee, dat was... Ah, jawel, dat was wel een shotgun. Een fucking spas. Wauw, dat ding zo accuraat is. Over zo'n range. Maar ik wil mijn M4 uit niet kwijt. Maar we gaan even met de spas spelen. Dat kan. Want de spas is fucking awesome. Dat is zo'n beetje mijn favoriete shotgun. Samen met de A12. Dat vind ik ook echt een ziek ding. Juist, mijn favoriete pistool is een 1911. Mijn favoriete rifle is een M4. Mijn favoriete shotgun is in principe een A12 en ook wel een SPAS 12. En mijn favoriete sniper heb ik niet echt daar. Ik vind de Beretta wel fucking awesome, maar ik vind andere rifles ook wel nice. Eigenlijk, het hoeft niet per se de Beretta te zijn. Laat het in de comments even weten als jij überhaupt favoriete guns hebt. Die jij gewoon het mooiste vindt qua uiterlijk of weet ik wat. Ik baseer tenminste op uiterlijk. Ik vind de M4 vind ik echt gewoon fucking awesome. Nee, niet alleen uiterlijk trouwens. De M4 vind ik ook gewoon een zieke rifle. En alles wat die kan en ook hoe die eruit ziet. Dus pas hetzelfde de A12 helemaal. Dat is echt een zieke shotgun gewoon. Naast hoe die eruit ziet. Wat ik ook wel mooi vind. Met een drum mag. Ook gewoon de dingen die erin zitten, zeg maar. Dat vind ik allemaal fucking awesome. Dus laat in de comments even weten wat jouw favoriete gun is qua dat. En als je er meerdere hebt en shit. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Of dat ik de enige gestoorde ziel ben die die guns zo mooi vindt. Dat kan ook. En ja, we gaan verder in de volgende part. Ik hoop dat je het een hele awesome video vond. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En ik hoop je weer te zien in de volgende part. Laters.